Voor een relax fauteuil of bankstel van topkwaliteit gaat u naar Teunarts in Sint-Hubert. Voor een greep uit onze collectie van meer dan 150 relax fauteuils kijkt u op www.teunarts.nl. Tot zo! Coppa Agata, een tweedaags internationaal voetbaltoernooi in Sint-Agata. Bob Thomas, mede-organisator. Het lijkt me een hele klus om zo'n toernooi te organiseren. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Ja, dat begint een jaar geleden. Maar goed, laten we zo zeggen, we zijn dus de vijfde editie. Maar ja, je begint eigenlijk al in september met de eerste voorbereidingen. Evalueren wat wel niet goed gegaan is de vorige keer. En dan worden de teams weer uitgenodigd, dan worden eerst sponsors weer benaderd. Sponsors bedanken zit er natuurlijk ook in. Ja, en dan gaat het langzaamaan. Dan moet je in januari alles weer gaan bestellen. Eten, drank, tribune. En dan worden over het algemeen hebben we dan in maart altijd de sponsoravond. Dan nodigen we iedereen uit. Dat doen we samen met VCA. Ja goed, en dan maken we meestal de teams bekend. Want de eerste teams worden al toch wel in november proberen we die al vast te leggen. Dat lukt niet altijd. Maar in maart moeten ze vastleggen. Dus ja, dan begint het al een beetje. En dan is onze aftrap, zullen we zeggen, in maart. In die zin dat we dan daarna de vrijwilligers allemaal in stelling gaan brengen. En dan is het heel snel augustus, zullen we zeggen, tweede week van augustus. En hoe krijgen jullie alle internationale teams hier naartoe? Dat is een netwerk. We merken gewoon dat ons toernooi staat hoog aangeschreven. Je hebt een internationale organisatie die toptoernooien omarmen. Nou, wij vallen daaronder. Wij zijn een van de 12 grootste toernooien van Europa. Nou, en dan krijg je heel makkelijk al, als je dan uitnodigt, dan krijg je al vaak dat mensen graag willen komen. En, nou, de eerste jaar moet je nog trekken, de tweede jaar ook. Maar nu melden zich gewoon heel veel teams aan. Dus kun je ook een beetje kiezen. Ja. Volgend jaar weer? Uiteraard. We blijven doorgaan, hè. JVC Kuik onder de 23 jaar speelt zo direct een wedstrijd tegen het Japanse Cerezo. Pieter Cruijff, trainer van JVC. Waarom doen jullie mee aan dit toernooi? Ja, de club is uitgenodigd. JVC is uitgenodigd. En de club vindt het heel belangrijk om heel vertegenwoordigd te zijn. Goed vertegenwoordigd te zijn. Bestuur heeft vorig jaar al met ons contact over gehad. Of wij het goed vonden, of we mee wilden doen. Ja, wij vinden het natuurlijk prima als het goed is voor de club en voor de omgeving. Voor de bekendheid van JVC. Vinden wij het heel leuk om daaraan bij te dragen. En dat is ook de reden dat we hier met een goede selectie naartoe gekomen zijn. En hoe heeft u de jongens voorbereid op deze wedstrijd? Nou, we hebben heel weinig voorbereiding gehad, omdat we het zijn jongens uit de A-jeugd, jongens uit de tweede en jongens uit de eerste selectie. De jongens van de eerste selectie die trainen met ons mee en die zitten in ons eigen oefenprogramma, zeg maar. De tweede heeft eigen oefenprogramma, de A-jeugd, die zijn ook pas net bezig. Dus het is niet een voorbereiding met het elftal, het is meer goede spelers die bij elkaar geroepen zijn. En vandaag zijn we voor het eerst eigenlijk samen om dit toernooi te doen. En dan ben ik na de eerste wedstrijd super tevreden dat er toch al zoveel vaste dingen in zitten. En wat zijn uw verwachtingen van deze wedstrijd? Kende u het Japanse team al? Nee, ken ik natuurlijk niet. Ik heb wel gehoord dat ze tegen Roda en Borussia het heel erg goed gedaan hebben. Het is alleen volgens mij een hele grote groep. Dus het is ook een beetje afhankelijk van wie ze laten spelen. Welke elf dat ze in de basis zetten vandaag. Dus. En wat zijn uw verwachtingen? Winnen of verliezen? Ja, we hopen te winnen. Ze gaan altijd voor de winst spelen en dat doen we zo meteen ook.